Het is maandagavond 8 uur en zoals u gewend van ons bent natuurlijk via kanaal 8.3 Golf TV. Elke maandag om 8 uur een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook weer vanavond natuurlijk heet ik u van harte welkom. Kijkers, de afgelopen dagen, zult u het wel allemaal hebben gevolgd, zijn er vele discussies, ik wil bijna tussen haakjes zetten, heftige discussies geweest als het gaat om de ontwerpwetwijziging Brokkepondenovereenkomst en de ontwerpwet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Vele zienswijzen, opvattingen en feiten zijn op tafel gelegd, zowel vanuit de kant van oppositie, vanuit de kant van coalitie, vanuit de kant van de onderhandelingscommissie, de presidentiële commissie. Vanuit de kant ook vanuit de bevolking en ga maar zo door. Gaandeweg het heel traject om te komen tot de goedkeuring van deze wetten zijn vele deskundigen betrokken om ervoor te zorgen dat deze wet, eenmaal aangenomen, ten goede komt, ten goede moet komen voor ons land, mijn land, uw land, Suriname. Wat de wijzigingen allemaal inhouden, hoeveel werk er allemaal is verzet en waarom deze wet goedgekeurd moest worden, hoort u vanavond in deze aflevering van Opinie. Vanavond de wetwijziging Brokkepondenovereenkomst en schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Onze gast voor vanavond is Sergio Akimboto. Akimboto heeft de studie Public Administration succesvol afgerond aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en kreeg daarbij de titel van doctorandus. Laatstelijk heeft hij de studie Master in Business Administration succesvol doorlopen op de FHR Institute for Higher Education. Vanaf 2005 tot en met 2011 heeft Akimboto gewerkt bij IAMGOLD. Van eind 2011 tot en met mei 2019 heeft hij de positie van CEO van Grasalco NV mogen bekleden. Als gekozen DNA-lid van het district Brokkepondo heeft hij zijn bijdrage kunnen leveren van juni tot en met september 2019 in het Hoogste College van Staat. Vanaf mei 2019 is Akimboto de minister van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Kijkers, Sergio Akimboto. Minister Akimboto, welkom in deze aflevering van Opinie. Dank u wel. Ik ben erg verheugd dat u echt uw tijd hebt genomen om even met mij hier te komen zitten vanavond in deze aflevering van Opinie. Om te praten over deze twee zaken die heel heet hangijzer zijn. En we willen gaan kijken natuurlijk gedurende dat gesprek wat allemaal de voordelen zijn voor Suriname uiteindelijk nadat deze twee wetten zijn goedgekeurd. Ja. Welkom nogmaals. Minister. Dank u wel, goedenavond en dank u wel. Ja. Minister, we beginnen meteen. We gaan met de deur in huis vallen. We smeden het ijzer gewoon als hij heet is. Wat houden deze twee wetten in? Ja. Laten we daarmee beginnen. Eigenlijk, het gaat om die machtigingswet voor wijziging en beëindiging van Brokkepondenovereenkomst. En de wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Deze twee wetten, die machtigingswet, laat me daarmee beginnen, omdat de Brokkepondenovereenkomst zo geregeld is. Die overeenkomst waarvoor je toestemming van het parlement nodig hebt om enige wijziging of deze te beëindigen, moest de regering, nadat is onderhandeling van de onderhandelingscommissie met Suralco Alcoa, toestemming van het parlement krijgen om deze wet eerst te wijzigen, want wijzigen houdt in dat het wordt verkort en daarna te beëindigen. Die tweede wet is, ik probeer het simpel uit te leggen, is wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Houdt in onder meer
waar de gronden waar er gemeen is activiteiten ontplooid zijn, en in virtueel waar de schade is aangebracht en belanghebbenden daar schade van hebben ondergeleden, dat het bedrijf dan moet vergoeden. Dus dat is in simpele taal uitgelegd wat het inhoudt, deze twee wetten inhoudt. Oké. Nou was er al, nou had Suriname al een beroep op de overeenkomst in 1958. Ja. En nu hebben we dus, heeft de DNA zeg maar goedgekeurd om dus deze overeenkomst, die beroep op de overeenkomst van 1958, te wijzigen. Ja. Maar waarom zouden we die beroep op de overeenkomst moeten wijzigen, volgens u? Nou, wat er gebeurd is, en de historie is daar, de bauxietmaatschappij is begonnen met het mijnen en exporteren van bauxiet in 1918. Later werd er een fabriek gebouwd bij, die raffinaderij. Maar daarvoor was er nodig om een hydrodam op te bouwen voor energie. Ja. Dat werd gedaan en toen werd de beroepende overeenkomst ook in die vorm aangepast, getekend. De mogelijkheid dat er een smelter, waterkrachtwerk, mijnbouwactiviteiten, al die zaken werden geregeld daarin. Zo de jaren gingen voorbij, er kwam enigszins een wijziging ergens in 1999 voor de energielevering. Mm. En op een gegeven moment, toen in 2004 begon de discussie vanuit Alcoa, of althans wisten we dat op een gegeven moment dat ding hard ging en de boxen zou opraken. De jaren gingen voorbij, er is weinig tot niets gebeurd, er is vanuit Surinaamse zijde weinig tot niets gezegd aan Suralco om aan te geven van ENI. Kijk nieuwe concessies hier, laten we andere dingen doen. Dat heeft ook toe bijgedragen dat op een gegeven moment ook BHP vertrokken is, omdat dingen moeizaam lopen. En waarschijnlijk ging het ook om de eis van de maatschappijen waar de regeringen van Suriname vonden dat wij niet mee willen gaan. Ja. En daardoor geen toestemming hebben verleend. Laat me zeggen, in mijn benadering heb ik niet alleen gekeken naar een schuldige of zoeken naar schuldigen om het vraagstuk op te lossen. Als minister heb ik gekeken naar wat zijn de belangen? Waar liggen onze belangen? Is het de moeite waard op een bepaalde manier om te gaan met dit vraagstuk? En dat is steeds mijn uitgangspunt geweest. En waar staan we? Wat hebben we ervan overgehouden? En hoe zouden we dat goed effectief kunnen aanpakken om te komen tot een goed eind? Dat gezegd hebbende is vastgesteld toen dat op een gegeven moment het werd noodzakelijk in 2015. Toen werd een commissie ingesteld, 14-15, nadat we gezien het overzicht dat wij in principe veel meer gaven aan Suralco voor stroomrekening, dat we afname van stroom, dat we afname wijzen, dan was ze aan ons gaven voor de productie van bauxiet. Dat begon vanaf 2009. Je hebt het over de instelling van die presidentiële commissie, no? Ja, dus die aanloop, ik geef even een kort historie, toch? Dus vanaf 2009 bleek het al van ENO. Wij gaven meer aan Suralco wat stroomlevering betreft dan wat zij aan ons gaven. Ja, aan opbrengsten uit nadat ze bauxiet hadden verwerkt en gemijnd en verwerkt. Op een gegeven moment werd dat steeds nijpend. De rekening die waren groot, het verschil was groot. Toen heeft de maatschappij een brief gestuurd en aangegeven van ik kom mijn probleem, ik zit vast en ik wil eruit. Wat de reden ook mag zijn en wie het ook heeft gedaan. Wij hebben toen niet gezegd aan de maatschappij van oké, als je eruit wil, ga je wanprestatie gepleegd, dus je moet me betalen voordat je eruit gaat. In de documentatie, dat was ook onderdeel van de discussie, heb ik nergens gezien werkelijk waar we die eis op tafel hebben gelegd. Wat er gebeurde, we zijn meegegaan, de president heeft toen een presidentiële commissie ingesteld, eerst om na te gaan, of een commissie ingesteld om na te gaan, als wij de operatie zelfstandig zouden kunnen opdraaien door over te nemen. Ja. De berekeningen, de diligence heeft uitgewezen van nee, niet doen. Het is verlieslaten, de prijs, de fabriek was oud, een heleboel factoren die maakten, er was geen hoge kwaliteit bauxiet in de directe omgeving om het te mijnen, dus doe het niet. Dan pas zijn we gaan praten over het stoppen van de werkzaamheden. Toen is dat het nieuwe team, de nieuwe commissie is ingesteld, onder leiding van meneer Sadio, om die onderhandeling op te pakken. En dan kunnen we de discussie voeren, is het de juiste persoon, wie had het moeten doen, is het zijn de dingen, raadvragen. Maar we hebben daarna 4 jaar lang onderhandeld. Uiteindelijk is het een resultaat. 4 jaar lang Onderhandeling met onderbrekingen, met teruggaan, technische zaken, juridisch, allerlei deskundigen bij. Het is een heel intensief proces geweest, omdat het toch wel om een zeer gevoelige vraagstuk gaat. In principe was het al te overzien dat deze discussie
heftig zou worden. Omdat vanaf het begin al de meningen waren. Zoals ik eerder zei, ik heb gekeken vanuit een bepaald standpunt. Als jonge Suriname de opportunity heb gehad om een bijdrage te leveren als minister van Natuurlijke Bronnen, vond ik dat de discussies te veel rondom de bijzaken zich organiseerden. Niet om de hoofdzaken van, oké, de kern is, dit is wat we hebben. Wat is oké, kunnen we aan de kant zetten. Wat is verkeerd, hoe kunnen we dat scherper stellen? En dat is die houding die ik heb aangenomen. En ik heb toen gesproken met verschillende actoren die betrokken waren in het heel traject. De onderhandelingscommissie, de DNA en de deskundigen. Ik heb gesproken met vertegenwoordiger van Alcoa, vertegenwoordiger van de directeur van Suralco hier in Suriname. Tegenstanders die uitgesproken mening hadden over deze deal. En ik heb zo de informatie verzameld. En ik kom tot de conclusie van, hey guys, wat willen we? En dat hele, de hele discussie, we hebben momenten gemist. We hebben belangrijke momenten gemist met de hele Alcoa deal. En we kunnen de vinger wijzen, zitten wijzen naar Suralco Alcoa. Ik bepleit niet voor ze. Zij zijn hier om hun belang optimaal te verdedigen. Daarvoor zijn ze hier. Duidelijk. They're here to do business. En als ze met een graantje kunnen pikken extra van jouw deel, gaan ze het doen. Als wij niet de focus hebben gehad, dat moet gemist, dan moeten we niet achteraf komen huilen en proberen alles te verhalen op al die trajecten, die openingen die er waren, waar we niet hebben ingespeeld. En bij mij gaat het nu niet om wie het heeft gedaan. Toch? Als zij mijn partij die toen aan de macht was, als zij de andere partij aan de macht, het maakt niet uit. Wij hebben die momentum gemist en het is voorbij. Ik heb toen gezegd, guys, laten we praten met elkaar. Laten we kijken naar de pijnpunten, de verschilpunten en over discussiëren. En dat heeft gezorgd voor een heftige discussie waarbij we een aantal zaken die werkelijk daar stonden, hebben meegenomen. En, maar minister, sorry dat ik u onderbreek. Als u het hebt over laten wij praten met elkaar, wie bedoelt u met wij? Bedoelt u de staat Suriname de Alcoa aan de andere kant? Nee, de staat Suriname en de discussie ontstond veel meer aan onze kant. Onder andere de commissie namens de staat Suriname. Binnen Suriname ontstond die discussie. En die heeft afgeleverd aan NH. NH moest, we moeten naar het parlement gaan voetdoening krijgen, maar in het parlement hadden we die heftige discussie. De deskundigen van het parlement, juridische deskundigen van het parlement hebben gekeken naar het vraagstuk. En ik moet zeggen dat mevrouw Simons een wezenlijke bijdrage daarin heeft geleverd om een aantal pijnpunten die er waren, ter discussie te stellen en erover te praten om daarin wat verandering in te brengen. Nou zijn beide wetten al goedgekeurd, zowel de ontwerpwet Brokkoponde overeenkomst als die ontwerpwet schadeloosstelling voor bauxietmaatschappijen. En het is goedgekeurd met 29 stemmen voor, 13 tegen. Had u het makkelijker verwacht of vond u dat traject toch wel dat het veel soepeler kon gaan? Eigenlijk had u een beetje, hebt u een beetje daarover gehad, maar... Het had wel veel eerder moeten plaatsvinden. Maar wat ik heb kunnen beproeven is dat die houding ook wel vanuit de onderhandelingscommissie naar het parlement was van dit is het, take it or leave it, we gaan niet meer praten. En dat heeft voor verschillende kwaadbloed gezorgd die relatie, maar ook daarbuiten. Ik zag dat spelen en ik heb toen samen met mijn team, ik heb het niet alleen gedaan, maar samen met het team gezegd van laten we over en weer kijken naar de pijnpunten, laten we die listen. Waar komen we niet uit? En laten we bespreken om te kijken wat is de benadering geweest, wat zijn de achtergrond, hoe is het gegaan naar onderhandelingstafel? Want we moeten niet vergeten, is het resultaat van de onderhandeling. Het is niet eenzijdig bepaald. Dit is wat we sproken op basis van dit, hebben we deze deel gegeven en dit deel genomen. Dus het give and take om onderhandelen. En als we vinden dat dat anders voor ons moet worden, dan moeten we dat meenemen. Dus toen werd dan de discussie pas op gang gebracht in het parlement. En nogmaals ook weer terugkijken. Het kan anders als we veel eerder deze discussie op gang hadden gebracht. En we zouden veel meer of veel beter van kunnen worden. Wijzer van kunnen worden. Oké, minister. Natuurlijk hoeven we niet te technisch te gaan in de materie natuurlijk. Want dat gaat ons allemaal vermoeien en misschien de kijkers ook natuurlijk. Maar ik zou wel natuurlijk, ik persoonlijk ook natuurlijk en ik denk mijn kijkers ook, zouden wel willen weten. Ondertussen wij hier binnen Suriname heftig aan het discussiëren waren, minister. Hebben we dan Alcoa aan de andere kant, die dus in principe, mag ik zeggen, wacht op wat er uitkomt? Mag ik dat zo verwoorden? Oké. Wat waren de zaken, in grote lijn hoor, hoeven niet te technisch te gaan, minister. Maar wat waren de zaken dat dus Alcoa wilde van hun kant, of voorstelde van hun kant? Even los van onze kant. Ik kom zo meteen naar wat wij wilden als Suriname, maar wat was het dat zij wilden?
of meeste, nou, of ja, ik weet niet hoe ik dat kijk, verloor. Kijk, de onderhandelingen zijn een aantal dingen voortgekomen. Ik denk ook zozeer wel dat in de formulering een paar zaken zo waren geformuleerd dat een beetje tricky waren ook voor ons kan. En specifiek die zaken hebben we gehad. Het ging meer om een stukje vrijwaring. Het was zo meegenomen in een van de artikelen dat indien we hadden goedgekeurd dat Suralco gevrijwaard zou worden van alles. Daarop leek het, daarop die formulier, als je dat zo eruit zou halen, toen ik het ook las en ook weer met de discussie had met de partij, kwam het er dan denken van, nee, we moeten hiervoor vragen aan het COA dat we het gaan wijzigen. En dat is ook gebeurd in de overeenkomst. Ander aspect is natuurlijk de verplichtingen die Suralco heeft voor rehabilitatie, die waren duidelijk vastgelegd. Maar tegelijkertijd ook een aantal artikelen, en die zijn toch wel technisch hoor, die voor verwarring zorgden en voor misverstand zorgden, voor interpretatieverschillen zorgden, waarop het leek alsof Alcoa zou weglopen zonder te voldoen aan de verplichtingen die ze hebben hier. Ja. Een belangrijk aspect van deze onderhandeling, wat zeker ook aan de orde is geweest, is dat de Brokopondo-overeenkomst, die dateert uit 1958, tegen die tijd kenden we nog geen milieustandaarden. Weet je, in de mining, het was nog niet zo goed ontwikkeld. Ja, en dat is de keuze geweest van onder andere de onderhandelingscommissie om deze apart te regelen in de nieuwe overeenkomsten. En er zijn apart uit de Brokopondo-overeenkomst 8 verschillende overeenkomsten voortgekomen waarop de afspraken zijn gemaakt. Ook een discussiepunt was het voor- en tegenstander, dat waarom laten we die Brokopondo overeenkomst los. Ik zeg nee, de Brokopondo overeenkomst is nu volledig losgelaten. Aspecten die daarin waren geregeld zijn meegenomen en aspecten die niet waren geregeld, die zijn ook erbij gekomen in de nieuwe overeenkomst. Dat creëerde meer mogelijkheden voor ons om daarop in te spelen op zaken die niet goed waren benoemd of waren benoemd of geregeld in de Brokopondo overeenkomst. Oké. Nou snap ik het minister dat als je dus in een onderhandeling, daarom de naam, de term ook onderhandeling, dat betekent dat zowel de staat Suriname als Alcoa, begrijpelijk, hun voor hun eigen belangen gaan en wij ook voor onze eigen belangen gaan, natuurlijk, als staat, als Suriname. Ja. In een onderhandeling is het normaal dat je dus, dat Pontje Harry Trousseau is de minister, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar nou snap ik het even niet en daar raak ik even een beetje in de war van. Als leek, die dus dat, zeg maar, naar het proces keek, dan lijkt het mij, of nou laat mij misschien anders formuleren, hoe is het dan ontstaan dat er zoveel negativiteit rondom die onderhandeling, alsof die regering in principe niet echt de belangen van de staat wil behartigen. Dus hoe is die zwarte wolk gaan ontstaan in principe? Op de eerste plaats is het vraagstuk materie zelf technisch en vrij complex hoor. Dat is ook gezegd en ik zet het niet buiten hun om aan de onderhandelingscommissie. Ze hebben wat betreft communicatie over de tussentijdse resultaten. De communicatie van hun verdient geen schoonheidsprijs. Simpel. Men had beter en veel meer moeten communiceren over de inhoud. En ja, terecht, er zijn bunchen aan documenten gestuurd naar de relevante actoren zoals het parlement. Maar dat is alleen het parlement. Ik denk dat wanneer er steeds meer sessies waren gehouden om relevante structuren van zo'n complexe materie dat zit, diep geworden zit in de samenleving, deze discussies niet zo heftig zouden zijn en dat het niet zo een vorm zou aannemen. Dat is niet goed verlopen en op een gegeven moment hebben ook wel mensen bewust of onbewust een heleboel verkeerde informatie samenleving ingestuurd. En is wel jammer en het is ronduit belachelijk voor ons land dat mensen op bepaalde punten opmerkingen maken waarvan je zeker weet dat het gewoon nergens opsloeg. En het gaat niet gewoon om de eerste en de beste, het gaat niet gewoon om soms de eenvoudige mensen. Mensen toch wel met een bepaalde positie en maatschappelijk rol vervullen in de samenleving. Die sommige opmerkingen maken waarvan ik denk van het is niet nodig. Om op die toer te gaan. Ja. Maar door die slechte communicatie van de onderhandelingscommissie naar die samenleving toe, naar de totale maatschappij, naar de relevante actoren, is er ruimte gecreëerd voor deze personen om hun eigen verhaal te maken. Ja. Ik haast me wel ook te zeggen dat het is niet zo dat alles op onjuistheden berustte. Er waren ook waarheden ertussenin. Maar de mix werd zo gemaakt
dat je niet meer onderscheid kon maken tussen wat werkelijk onjuist was en werkelijk de juiste informatie was. Men heeft bewust daarop ingespeeld en die hele samenleving meegesleurd in toch wel een vraagstuk dat belangrijk is om goed af te wikkelen voor het land. Het emotionele die begon op een gegeven moment boven het verstand, boven het rationele te stijgen in die samenleving, waardoor echt dat ding helemaal boeia werd. Dus daarom zeg ik nogmaals, zoals ik het in het begin heb gezegd van deze aflevering van Opinie, vind ik het een enorme eer dat u hier met mij zit in deze aflevering, zodat ook aan Broka staan op Chinzo, minister, zodat de mensen dat beter kunnen gaan begrijpen en ook het verhaal van de andere kant horen. Maar natuurlijk hoop ik minister, dat het dus niet alleen hier, nou bent u hier bij mij op bezoek, in Opinie, maar dat komen er ook nog andere infosessies, andere ik weet ik veel, televisieprogramma's, radioprogramma's, omtrent wat het vervolgtraject is? Ja, absoluut. We kunnen ons niet twee keer dezelfde fout permitteren. In ieder geval, onder mijn supervisie en verantwoordelijkheid, zal ik samen met het team kijken hoe wij dan een optimale communicatietraject kunnen inzetten om natuurlijk nog de samenleving te informeren. Ik heb kort voor de aanname van deze wet geprobeerd om nog wel de samenleving te informeren. Sommige mensen zijn wijs ervan geworden, helaas. Anderen die weigeren open te stellen om te luisteren wat er is. Mensen hebben zodanig hun oordelen al uitgesproken daarover. Maar desalniettemin zullen we vanuit die verantwoordelijkheid doorgaan met een stukje informatieverschaffing en proberen uit te leggen wat het inhoudt. Als je onderhandelt en je hebt 10 punten, moet je niet verwachten dat je 10 punten gaat vinden aan de onderhandelingstafel. Maar zeker wel als je kan komen tot 50%, 50 plus 1, dat je toch wel vanaf daar kan beginnen op te bouwen, op te voeren naar 70, 80% om aan te geven dat waar je bent begonnen en waar je wil eindigen. Ik zeg nogmaals, in deze onderhandeling met Alcoa, dat we inderdaad hard moeten vechten voor onze belangen als samenleving, maar we moeten ons niet laten leiden door emoties om sommige besluiten te nemen. Een van de zaken die duidelijk werd genoemd, is dat we liever hadden moeten kiezen voor arbitrage of arbitrageregeling of naar de arbitrage of de arbitrage moesten opzoeken om af te sluiten. Ik zeg nee. Wie gaat het geld bijeenbrengen om naar de arbitrage te gaan? Weet je hoeveel geld dat ding kost om naar de arbitrage te gaan? En despite that, waarvoor zou je naar de arbitrage gaan? Naar de arbitrage gaan omdat je dat ook vroegtijdig wil beëindigen en wil eisen dat je geld moet krijgen dat je nog niet hebt gehad. En dan zou je geld uitgeven uit je pocket dat je al hebt om een arbitrage te betalen. Ja, klopt. Wij hebben het moment ook waar we dat moeten hebben aangegeven gemist in 2014. Toen Alcoa brieven schreef naar ons, moeten we zeggen van kijk, nee hoor, u moet ons betalen voor vroegtijdig beëindigen. We hebben het niet gedaan. We hebben het niet optimaal gedaan. Het is mijn regering. En we moeten dingen zeggen, we moeten de waarheid vertellen. Eerlijk zijn over zaken. Daarvoor is het ook door de voorgaande regering niet gebeurd. Toen duidelijk werd dat Suralco niet verder kon gaan. En als we dat moment hebben gemist, moeten we niet aan het eind proberen alles te komen inhalen wat we hebben gemist. We moeten gewoon eerlijk zijn en aangeven van oké, als je mijn vraag, als ik het alleen voor je zeg, zou ik zeggen van deal zakelijk met Alcoa af en rond af met Alcoa en probeer te kijken van waar we nu staan, wat we hebben om de toekomst in te gaan. Vertrek van Alcoa is geen einde van de wereld. Er zijn zoveel andere spelers nu in de wereld, grote andere spelers in de wereld die belangstelling zullen hebben om de boxingsector verder te helpen ontwikkelen. Natuurlijk, Alcoa mag nog steeds meegaan en vooral die zakelijke houding van ons nu, wanneer we opnieuw aan tafel gaan zitten met Alcoa, zal bepalend zijn hoe die nieuwe overeenkomst voor die boxingsector voor de komende 100 jaar eruit zal zien. Oké. Voor de mensen die het toch nog niet helemaal kunnen volgen, wil ik het toch even gewoon plat uitleggen. Dat het erop neerkomt dat Alcoa een overeenkomst heeft om hier te mijnen in Suriname. Helpt u me een beetje, minister, of corrigeert u me waar ik het misschien fout heb. Zodat ik het even plat uitleg, zodat iedereen dat een beetje kan volgen. Alcoa zou moeten zijn hier volgens overeenkomst tot welk jaar? Tot 2033. Tot 2033 zouden ze in principe hier moeten zijn volgens overeenkomst met de staat Suriname. Ja. Maar Alcoa is in businessproblemen geraakt, om het even zo uit te drukken,
en wenst dus eerder te vertrekken dan wat staat in de overeenkomst. Heb ik dat goed uitgelegd? Dat klopt helemaal. En omdat zij nou dus eerder willen vertrekken dan is aangegeven, je weet als je een contract hebt, als je een overeenkomst hebt met iemand voor een bepaald tijdsbestek, dan hoort het gewoon zo in de contractenwereld, in de overeenkomstenwereld, dat indien een der partijen de overeenkomst eerder wenst zeg maar te beëindigen, dat er dus gesproken moet worden, onderhandeld moet worden, en even gekeken moet worden, hoe gaat de andere partij ermee om, als die ene partij eerder wil, de overeenkomst wil beëindigen. Ja. Daarover praten we hier. Ja, daarover gaan deze twee wetten. En dat is die hele discussie en de hele heftige discussies dat dus in principe gaande waren, want de wetten zijn al reeds goedgekeurd. Maar omtrent dit onderwerp, dit gedeelte, was dus die hele discussie opgekomen tot de goedkeuring van deze twee wetten. En dat is dus die wet wijziging Brokkepoonde overeenkomst van 1958 en die wet schadeloosstelling voor bauxietmaatschappijen. Ja, machtigingswet, de eerste. Machtigingswet. Maar als ik dit nog heb uitgelegd, dan zullen mijn kijkers misschien zich nou afvragen, minister, maar waarom vertrekt Alcoa eerder dan? Waarom wil Alcoa eerder vertrekken? Nou, wat is er gebeurd? Help ons daar. Waarom Alcoa eerder wil vertrekken is de business case werd op een gegeven moment minder interessant. Vanwege, kijk, de prijzen van bauxiet en aardolie en goud, die worden bepaald in de wereld buiten ons invloedssfeer. En op een gegeven moment was dat niet meer rendabel om bauxiet te verwerken in Suriname. Het begon allemaal met de sluiting van de smelter in 1999 ongeveer. Toen al duidelijk bleek dat we niet voldoende op goedkoop konden produceren vanuit Suriname. Toen werd de smelter gesloten. Ook daar hebben we momentum gemist om Suralco op de vingers te tikken van jij en ik hebben een deal, hoe kan je de smelter sluiten? We hebben het niet gedaan. Dat zijn de dingen die zijn gaan ophopen, structurele jaren daarna. We hebben gewoon toegekeken en gezegd, je sluit de smelter, ik begrijp je. We hebben niet fel geprotesteerd, toch? Aangegeven als land. Maar voordat u doorgaat. Als de ene partij zegt, ik kom strikt business-wise, kom ik niet uit. Yeah. En ik sluit me en ik wil daarom mijn smelter sluiten. Yeah. Maar hoe kunnen wij als land dan, zouden wij dan fel kunnen protesteren? Yeah. Dus daar moet je mee. En dat is mijn punt. Je moet een statement maken om aan te geven van, je hebt die dam gebouwd, je hebt mijn land onder water laten zetten om een smelter te bouwen. Voor een aantal jaren. Je komt niet meer uit daarmee. We komen niet meer aan. Ik heb opgeofferd daarvoor. What about? Ja, compenseer me die app is dat hij. Maar hoe dat is dan niet? Dan willen we nu aan het einde pas alles komen. Dat is mijn punt. Ik heb niet gezegd dat er tegen staan, dat ik tegen ben. De mening, de opvatting van de tegenstander van het deal. Ik ben eens met die opmerking. Alleen het moment is belangrijk waarom we het hebben gezegd. Als je zaken doet, als je business doet, moet je erop letten hoe en wanneer je opmerking maakt. De opmerking die je maakt is dat hoe het komt. De bauxietprijs wat op een gegeven moment daalde, wereldmarktprijs daalde. Het was niet aantrekkelijk. De kosten die waren hoog om te produceren in Suriname. Ondertussen in de wereld waren er betere bauxietvoorraden ontdekt. Ik noem bijvoorbeeld Mongolië, Nieuw-Guinea, de landen waar er hoger waardelijk bauxiet werd ontdekt. Dus deze werd steeds minder aantrekkelijk voor Suralco. De regering, op een van de regeringen, wilde niet zomaar West-Suriname geven. Ook een wijs besluit, wat ik begreep, dat we niet wilden weggeven aan maatschappij. Dat was onze laatste bewezen reserve in West-Suriname. Dat je niet zonder meer wil geven aan de maatschappij, voor zonder dat je nieuwe afspraken maakt. I agree with that. Op een gegeven moment geeft Suralco aan van onze business case is niet meer rendabel. We willen vertrekken op basis van deze argumenten. En toen begonnen die gesprekken om aan te geven. Toen hebben we gekeken naar de mogelijkheid om de fabriek open te nemen. We moeten ook één ding niet vergeten. De ontwikkeling in die mijnbouwindustrie en specifiek bosindustrie gaan zo hard. Toch? Op een gegeven moment moesten smelters in de wereld worden gesloten vanwege de productiekosten en de inefficiëntie van deze plants. Ja. En deze is ook een oude plant. Het was outdated. Er zou veel meer geïnvesteerd moeten worden om het te brengen naar hedendaagse technologieën.
En dat was ook een van de redenen waarom het ook niet interessant aantrekkelijk voor ons was om over te nemen. Dus er waren zoveel business gerelateerde argumenten, en overigens je zou geen ander argument moeten vinden, waar duidelijk maakte dat die case niet meer solid was voor ons om onder deze omstandigheden die condities van toen door te gaan. En dat heeft Suralco aangegeven. Ja, ja. Nou minister, zijn die twee wetten goedgekeurd. 29 stemmen voor, 13 tegen. Ja. Praat u nou een beetje geld met me, praat u nou een beetje business met me. Welke voordelen mag Suriname gaan verwachten nou, na de afwikkeling van deze twee, vanaf eigenlijk van deze zaak, van dit proces? Ja. Kijk, wat betreft de mijnbouwactiviteiten, daar hadden we geen voordelen meer uit. Hoor. Want van dat is de reden, omdat het niet meer goed liep, daarom we gekozen hebben om te beëindigen. Ja. Dus wat betreft de mijnbouwactiviteiten, aluminiumproductie, alleenade, daar gaan we geen geld, daar gaan we geen voordelen uit halen. Dat stopt gewoon. Daar hebben we al verdiend, al qua je verdiend. Wij hebben ons deel toen op basis van de overeenkomst hebben gemaakt, hebben we ons deel verdiend. Dus dat is buiten discussie. Tweede is omdat er die hydrodam eigenlijk in die hele Brokopondo overeenkomst, de zaken die zijn overgebleven, zijn de verplichtingen van Alcoa voor wat betreft een milieu. Maar zeker ook dat stukje terreinen, dat zoals die schadeloosstelling, bauxietmaatschappijen regelde, terrein, tortorie met mensenbelanghebbenden en de waterkrachtcentra. Dat zijn de zaken die eigenlijk over zijn gebleven uit die hele Brokopondo overeenkomst, daar aandacht aan besteed moet worden. Dus wat betreft die dam, dus ik zei al, voor wat betreft bauxiet niets meer. We hebben al verdiend daaruit. Wat betreft de milieu, daar hebben ze verplichting, daar moeten ze doorgaan met het nakomen van de afspraken. En wat betreft die dam zelf. Dat kunnen we vertalen omdat we in die deal toen in 1999 een andere formule hadden gehanteerd voor vaststellen van de prijs voor stroomlevering. We hadden de brandstofcomponent erin gebracht, waardoor een bepaalde prijs wordt berekend om stroom af te nemen vanuit Suralco. Het betekent dus dat wij niet meer aan Suralco hoeven te betalen dat bedrag op maandbasis voor stroom. Het gaat het variëren, het is een fors bedrag, die flink schommel. Als ik een cijfer mag noemen, is het tussen de 30 en 40, 50 miljoen dollar. Per maand. Per dat maand? Dat we betaalden aan, laat me het goed stellen. Het was, momentje, even mijn informatie raadplegen hoor. Het komt neer om 15 jaar op 1,1 miljard dollar dat we gaan besparen. Dus in 15 jaar tijd besparen we 1,1 miljard dollar. Ik heb hier een overzicht. Laat me de juiste cijfer, kom je nog die verkeerde informatie. Ja, gaat u gang. Momentje. Zodat we de juiste informatie kunnen verschaffen. Ja, natuurlijk. Even hier mijn dingen. Want we hopen natuurlijk dat de minister aan het einde van deze aflevering van opinie, dat een beetje die donkere wolken, als het ware, hele heisa, de wereld uit helpen in principe. Sorry. Het gaat om tussen 6 en 7 miljoen dollar dat we betalen aan stroom op maandbasis. Op maandbasis, dat is US dollar. US dollar. Maar bedoelt u daarmee, minister, dat we nog steeds die 6 tot 7 miljoen dollar? Als we het dan nog niet hebben overgenomen. Dus en wij betalen dat aan Alcoa? Aan Alcoa. Voor het feit dat zij dus onze stroom leveren. Dat is ongeveer 6 tot 7 miljoen US dollar per maand. Per maand dat per we betalen. Okay. Ja, dat klopt. Dus dat bedrag wordt voor de limieten betalen aan een andere partij. Natuurlijk, de company, het bedrijf, het Surinaams bedrijf, 100% staatsbedrijf die het gaat overnemen, moet het geld krijgen. Maar het blijft dan in Surinaams aan. Ja. Blijf hier in onze economie aan draaien en dit gaat niet weg. Ja. Dus dat is een van de directe voordelen die we hebben met de overname van die dam. Verder zien we dat we eigenlijk geen andere afspraken hebben gemaakt om financiële voordelen te hebben. Ik denk de afspraken met de overname van die dam, dat de grootste cash wordt in die hele deal. Dat we besparen in principe. Dat we besparen, ja. Oké, en u noemde ook nog wat daarnet. U zei nog het milieuaspect, hè? Ja. Maar toen in 1958, toen we de deal sloten met Alcoa, toen waren er geen milieuaspecten, milieurules en dat soort zaken. Ja. Maar nu, wat verwachten we van ze nadat ze vertrekken? Wat verwachten ze op het milieugebied van ze? Nou, wat duidelijk is afgesproken, het is ook een verplichting natuurlijk. We hebben tijdens de onderhandeling is afgesproken dat er US-milieustandaarden worden gehanteerd. Er is een bepaalde standaard, de APA-standaarden, waarbij partijen zijn overeengekomen van oké, Suriname heeft niet, wij gaan deze vasthouden. En dit zijn de internationale richtlijnen die we gaan vasthouden. En op basis hiervan gaan we
invulling geven aan onze verplichtingen. Dus dat is vastgelegd. Het betekent dus dat de milieuactiviteiten die zullen zich focussen op twee gebieden. Eén, de raffinaderij en omgeving. Daar wordt het gesaneerd waar chemische stoffen zijn gebruikt voor de verwerking van bauxiet alunade. Die zaken moeten goed worden aangepakt volgens conform standaarden om vervuiling te voorkomen. Maar zeker om zorg te dragen dat de chemische stoffen goed bewaard blijven. En als het nou 10 jaar moet duren, als het 50 jaar moet duren, Alcoa moet ervoor zorg dragen dat zij ervoor betalen en de zorg dragen dat ze conform standaarden worden afgewikkeld. Het is één gedeelte, de raffinaderij, en daar praat men van saneren. De raffinaderij en omgeving, dat is één gedeelte. Okay. Een ander aspect van mijn gedeelte, rehabilitatie. Yes. Waar er dynamiet geschoten is, waar er gegraven is en waar er gereden is. Onder normale omstandigheden heeft, als de maatschappij conform standaarden heeft gewerkt, zijn er geen andere activiteiten daar plaatsgevonden. In die mijnbouw, in de mijn, doe je drie dingen. Actief natuurlijk nadat je boring hebt gedaan, je vastgesteld dat er reserve is, ga je boren, ga je schieten, ga je graven en ga je wegrijden. Dat is een standaard formule. Dus doordat je dat doet, tas je dan de environment aan, de fauna en flora, planten en bomen worden aangetast. Dus de afspraak is dat je dan gaat slopen, gaat rehabiliteren, gaat herbebossen, gaat herbeplanten om de omgeving weer zo dichtbij mogelijk de originele staat te brengen. En die afspraken, die twee afspraken van de twee verschillende gebieden, die worden pas goedgekeurd nadat Suriname heeft ingestemd. Dus wanneer die mannen hun ding hebben gedaan, dan gaan ze komen van oké, deze is de checklist. We hebben dit gedaan Suriname, komt u inspecteren. En Suriname mag zelf de deskundige bepalen die gaat komen kijken. Alcoa gaat niet voor ons bepalen. Wij nemen de deskundige, we gaan samen met onze deskundige. Ze nemen Suriname zegt, ik heb 5 dagen om hier doorheen te gaan. Pas wanneer we door die 5 dagen zijn gegaan, we hebben een rapport gemaakt, we hebben geïnspecteerd, deskundigen hebben gezegd, het is oké. Dan pas is er sprake van vrijwaring. Dan pas heeft Suriname gezegd van oké, u mag dit stuk terrein teruggeven aan ons of u mag dit stuk terrein zo laten. Ja, ja. Dat is het deal zoals hij er nu voor staat. Zoals het deal zoals het nu voor staat. Ja, ja. Ja. Oké, maar nou minister, dan dat snap ik het niet. Dan misschien ligt het aan mij. Want u legt het kristalklaar uit. Loud en clear legt u het nu uit in deze aflevering. Maar misschien ligt het aan mij. Want dan snap ik het ook niet meer. Want als wij en de deal hebben kunnen sluiten dat wij dus de dam behouden. Ja. En wij dan de 6 tot 7 miljoen US dollar niet meer hoeven te betalen aan Alcoa voor het opwekken van elektriciteit. Mm. Dus dat is een besparing. 1. Ja. Het tweede is, ze moeten beide milieuomgevingen, hetzij de omgeving waar ze hebben gemeend, ja, en hetzij waar die raffinaderij is, ja, moeten ze weer terugbrengen en erop toezien, mm, dat die zo dicht mee mogelijk de originele stand, ja, komt. Ja. Maar dan, maar wat is de case dan? Wat is die heisa dan? Wat is die hele jugu-jugu, ja, dan? Want dat is toch duidelijk dat de drie zaken zijn dat we van, nou, ze vragen. Ja. En ze hebben er ook toe in, toe, zeg maar, zij zijn ook mee erin, ja, ingestemd. Ja. Maar wat is dat precies dezelfde vraag dat ik mezelf afgelopen jaar voor de periode heb gesteld. Ik ben een beetje in de war. Wat is dat ding eigenlijk? Eigenlijk dan? Waar het om gaat, waar ik denk dat de discussiepunt is ontstaan, is dat juridisch hebben de juristen de discussie gevoerd dat wij Alcoa moesten eisen dat ze ons moeten vergoeden omdat ze eerder contract hebben willen verbreken. Mm. Dat is één discussiepunt. Dus één van de discussiepunten is dat wij hebben niet op ons strepen gestaan, want iemand die een contractpartnerpartij die op aangeeft dat de contract eerder wil beëindigen, moet schade betalen aan de andere partij. Ja, dat was de discussie onder de juristen in ieder geval. Een ander discussiepunt is dat, en inderdaad, eerste instantie, waar dat leek het zo als je artikel las in die raamwerkovereenkomst, als ik het goed uit het hoofd heb, een van de artikelen was artikel 2.2, artikel 3.3 en ik denk artikel 6. De formulering, zoals het daar stond toen, leek het alsof Suriname werd gevrijwaard van al deze milieuverplichtingen. Dat was een twee andere discussiepunten.
En vandaar dat die discussie zo is opgeleid dat we Suralco weg laten lopen zonder dat ze betalen of zonder dat ze voldoen aan de milieuverplichtingen. Een ander discussiepunt dat wat eigenlijk ook wel bevreemd is, dat erop neerkwam dat er boedelkwestie is en dat Suralco dan weggaat zonder die zaken te regelen. Maar dat klopt ook niet. Daar is duidelijk aangegeven dat indien er niet Suralco Alcoa erfgenamen moet betalen vanwege schade aangebracht aan hun gronden, dat ze dat geld storten bij kantonrechten. Bij de regie van kantonrechten wordt het geld gestort. Ja. Totdat de partijen onderling hun case hebben opgelost, dan kunnen ze het geld gaan opeisen. En als er 10 gulden meer moet komen, dan moet er 10 gulden meer bij komen. Maar in ieder geval, de waarde wordt eerst vastgesteld, dat bedrag wordt gestort. Wanneer partijen eruit komen, dan moet het geld gaan halen. Ja. Dus het ging erom, inderdaad, wat ik zei, ik bagatelliseer de kritieken niet die zijn geleverd, maar op een bepaald moment was het meer bekeken vanuit de emoties en wat wenselijk was en wat we gemist hebben en wat we zouden moeten doen en niet hebben gedaan. Oh, dat was de basis van de vele discussie, waardoor ik mijn opinie vond van hey, laten we zakelijker zijn, laten we zakelijk naar dingen kijken. Hoe mis zou missie? Ik ook wil laten we dingen afsluiten en gewoon doorgaan. Klopt. En wanneer, vanaf wanneer behoorde dan Suriname toe? Dus de streefdatum is december 2019 en dat zal afhangen van de formaliteiten die nog afgewikkeld moeten worden. Een van de discussiepunten natuurlijk was die SS-weer-is discussie van die dam. Dat die dam niet, niet hetzelfde is als goed functionerende staat. Want in Brokkepoonde overeenkomst zou dat de dam in goed functionerende staat moeten worden overgedragen aan Suriname. Ook dat was een discussiepunt dat we hebben meegenomen naar Alcoa en dat is herformuleerd in de zin om een voorstel te dragen. Maar toen dat geregeld werd, komt er een ander discussiepunt. Maar wie bepaalt goed functionerende staat? En terwijl dat staat opgenomen in de overeenkomst, dat Suriname bepaalt zelf goed functionerende staat. Hoe bepalen we dat? Wanneer Alcoa op basis van een checklist de dam aan ons wil overdragen, kijk hier, dit is jouw dam, zijn wij vrij te bepalen om een independent, onafhankelijke partij aan te trekken om op basis van dit rapport voor ons de dam gaan inspecteren, om vast te stellen van dit is het. En indien bij de inspectie die onafhankelijke partij ziet dat die deur van die hydro gaat niet goed dicht of die pomp die draait niet optimaal, moet Suralco het financieren en herstellen voordat ze het overdragen. Dus pas wanneer die checklist matcht met dat van Suralco, één op één, dan pas moet je die dam over. Dan pas is er sprake van goed functionerende staat. Ja. Suralco kan niet voor ons bepalen wat goed functionerende staat is. Wij bepalen zelf door het aanhuren van een externe deskundige. Ja. Dus nogmaals, zoals je zegt, voor mij is het duidelijk hoor. Ik hoop van mijn kijkers ook in deze aflevering van Opinie. Ik hoop dat we het echt zoveel als mogelijk hebben gebroken in kleingeld, zoals we dat zeggen. Zodat iedereen dat ding een beetje kan begrijpen, toch? Want je wordt helemaal tureluurs van al die informatie die door je hoofd heen gaat, dus vandaar dat we zeggen. Kijk, maar nou minister, u zegt we moeten eerlijk zijn en ik wil natuurlijk ook eerlijk zijn op één punt. Nou is onze streefdatum, we hebben de deal afgesloten, om het even zo zeg maar op papier afgesloten. Nou moeten we het echt fysiek gaan afwikkelen, door middel van goedkeuring toch, van die wetten. Maar om eerlijk te zijn ook over één ding, de dam wordt van Suriname vanaf december 2019, zegt u. Nu weet ik dat in mijn land, in ons land, we geen sterren zijn om dingen te onderhouden. We zijn geen sterren. Wat dat betreft kunnen we zeker nog veel leren om zaken dat we hebben te onderhouden. Hoe gaan we dat doen met die dam? Hebben we wel de capaciteit, hebben we wel het geld, hebben we de know-how om die dam te onderhouden? Ja. Want krijgen is niks. Ja. Maar dan hoor je, dat naast aan die. Nou, ik ondersteun ook zelf die uw mening voor betreft een stukje onderhoud. Maar ik denk dat, ik besef in ieder geval dat dit ding belangrijk genoeg dat we toch wel een culture en mentality change moeten gaan maken om het te doen. We kunnen niet afgaan van oude gedrag van ons, anders hebben we een groot, gigantisch probleem dat niet te overzien is. Wat belangrijk is, we hebben daar Surinamers die dam eigenlijk draaien, jaar in jaar uit. Deskundigen, dus wat betreft het operationeel gedeelte, ik denk dat het een big deal is van de Surinamers die werken. Natuurlijk moet er dan een managementstructuur komen,
wie de leiding gaat geven. En daar moeten we uitkijken naar de juiste Surinamers of bedrijf. Het kan ook zijn dat we het outsourcen. Dat een bedrijf het voor je kan runnen voor een aantal jaren. Ja. Maar ook in die overeenkomst is VIP-ARCO aangeboden om die diensten te leveren aan Suriname. En we zijn niet verplicht. Het is aan ons gelegen als we de keuze willen maken. Klopt. Maar ik denk sowieso dat we sowieso de topkaders binnen moeten halen om deze belangrijke energievoorziening, of de enige grootste energievoorziening van ons, goed en veilig te runnen. Het moet een nieuwe company opgezet worden. Het is ook overeengekomen en 100% staatsbedrijf met een leiding om dat te draaien. Nu voor de overdracht wordt er gedacht om te kijken naar onder welke bedrijfentiteit we het nu voorlopig zouden kunnen plaatsen. Precies. Zodat we tijd gaan winnen dat er geen vacuüm ontstaat in de overname van die leiding van die dam. Ja, dus ja. Ik denk dat sowieso dat toch wel heel erg belangrijk is om aandacht aan te besteden dat we daadwerkelijk als professioneel ermee omgaan. Ja, ja. Anders hebben we inderdaad grote problemen. Ja, ja, klopt, klopt. En als ik het goed begreep, dan ligt dat allemaal op uw schouder, minister, als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Dus dit hele pakket. Ja, dus voor een deel ligt het wel. We moeten een nieuw bedrijf gaan opzetten. Het bedrijf die het gaat overnemen. En samen met Alcoa kijken hoe die transfer over zal plaatsvinden. Belangrijke computersprogramma, belangrijke datasystemen die noodzakelijk zijn om werkelijk dat traject voor te zetten. Het moet echt een one-on-one overdracht zijn. Je mag geen enkele stoppage hebben in de informatie, de financial, de procurement. Alles wordt overgedragen, software, hardware wordt overgedragen één op één. Zodat het voortgezet kan worden. Ja, ja, klopt. Ja. Zo, dan denk ik dat we zo zoetjes gaan komen aan het einde, want tijd is natuurlijk niet onze kameraad wat dit soort dingen betreft. Natuurlijk wil je er zoveel mogelijk meer, zou ik graag van u willen horen. Maar ik denk dat we zoveel als mogelijk dat ding zo plat als mogelijk hebben proberen uit te leggen. Denk ik, zodat iedereen, hoop ik tenminste, een beetje beter begrijpt waarover het gaat. En dat het dus, voordat ik met u sprak, moet ik eerlijk zeggen, minister, leek dat ding een soort van hocus pocus ding voor me. Ik dacht van, mijn god, waarom is die regering nou bezig eigenlijk? Want hoe praat iedereen zo negatief erover? Hoe praat iedereen zo vervelend erover? Weet je, het snap. Het leek op een soort van hocus pocus. Ja, 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 ja. Dus, maar ik ben heel blij met uw lood en kleur uitleg. Tot slot, zal het effect hebben op onze prijs van elektriciteit nu? Want u zegt, we gaan zo'n 6 tot 7 miljoen US dollar dan gaan besparen. Ja. Heeft het effect of blijft het gewoon precies hetzelfde, no? Want je gaat het geld toch wel moeten uitgeven alleen aan een staatsbedrijf nu, no? Ja, staatsbedrijf. Nou kijk, het zal niet in eerste instantie, de prijs zal niet stijgen. Maar ik zou ook niet adviseren om de prijs op een bepaald niveau te brengen waar wij ook kilo gaan draaien en er niet uitkomen. Ja, ja, het is een business. We hebben de afgelopen jaren een x-bedrag betaald aan energie. En we komen er goed mee op weg. De investeringen die we doen, de bedrijven die we doen, we kunnen het permitteren. Dus ik zou niet adviseren, zou niet raadzaam vinden dat de overheid ineens de prijs terug zou moeten brengen. In de gevallen waar landen zeer goedkoop, spotgoedkoop brandstof verkopen, die landen zijn meestal in problemen gekomen wanneer de crisis zijn. Wat ik wel zou voorstellen, is dat er een duidelijke prijscalculatie is voor de consument, voor de klanten, voor de samenleving, waarbij continuïteit, garantie van stroomlevering, de toekomst voor investering veilig gesteld wordt en dat we voor zorgen dragen dat die ontwikkeling van het land van daaruit een boost krijgt. Ja, ja. En ondertussen u dat uitlegt, dan schiet er me iets plotseling, een heel belangrijk ding binnen, minister. En dat is dus onze dierbare Surinamers, onze Suriname, die dus tientallen jaren hun kracht hebben gegeven aan Alcoa, of hebben gewerkt daar. Hè? Ja. Hoe zit het met de mensen, hun pensioen, hoe nou Alcoa officieel vertrekt? Ja. Hoe is dat stuk geregeld? Kunt u ons misschien daarmee helpen? Ja, er waren een heleboel issues met betrekking tot pensioenen. Ik heb over en weer de informatie verzameld. Wat is gebleken is dat, kijk, de pensioenfonds, een pensioenfonds staat altijd onafhankelijk van het bedrijf. Zo hoort het te zijn. Ja, ja. Waarbij pensioenafspraken worden gemaakt gedurende de carrière loopbaan van de medewerker. Wat gebleken is dat er toen afspraken waren gemaakt dat mensen die in het buitenland gaan, dat ze in US dollar geld kunnen krijgen. Ander met tegen de legale currency, vandaag de dag SRD, de pensioenen zouden ontvangen. Wat gebleken is dat de mensen zijn niet tevreden over de hoogte van het bedrag vanwege de devaluatie van de SRD.
En die vragen toch wel aandacht ervoor dat er een andere koers wordt berekend. Maar die challenge zit er namelijk in dat men gaat uit van de hoeveelheid SRD-bedrag is uitgangspunt. Niet vanuit de hoeveelheid US dollar-bedrag dat wordt omgezet. Dus er is een vaste SRD-bedrag wat betaald. En dat is van waaruit de berekening wordt teruggemaakt naar de US dollar. En dan komt het geld naar binnen. Natuurlijk, mensen worden daar heel erg emotioneel van. En we hebben als overheid, als ministerie, samen met Alcoa gezegd dat we gaan bemiddelen om te komen te middelen. Maar ook daar geeft Alcoa aan van kijk, als de mensen een rechtszaak aanhangig hebben gemaakt tegen me, dan ben ik niet bereid om te praten. Of rechtszaak of bemiddelen. Of. Natuurlijk. Hoe maar sorry even, de gepensioneerden hebben nou een rechtszaak aangemaakt. Ja, het groep hebben een rechtszaak aangemaakt vanwege het onrecht dat men vindt dat aangedaan wordt met betrekking tot de wijze hoe de dingen worden aangepakt. En men is aangegeven ook dat er in de Alcoa bijna 7 of 8 keer uitstel heeft gevraagd van de case. Waarom dat zo gebeurd is, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat zijn de lange beren dingen die je gaat krijgen. Wanneer je in dit soort dispuut terechtkomt, wat je niet zeker niet wil hebben. Dus met al wordt er gekeken naar dat vraagstuk. We gaan een stukje bemiddelen doen en te komen een partij tot een vergelijk kunnen komen om een oplossing te zoeken voor beide partijen. Win-win situatie te creëren. Ja. Goed, ik denk minister dat we kunnen afsluiten. Mm. Alsjeblieft. Als u dat voor mij zou kunnen doen, ja. Om mijn kijkers, en dat is de hele totale Surinaamse samenleving, via dit programma opinie een beetje gerust te stellen, minister. De floor is yours. Thank you. Nou, ik roep de Surinaamse samenleving op. Het is in onze 44-jarige bestaan, onafhankelijkheid. En het is de eerste keer dat we een dam overnemen. Zo'n groot vraagstuk, een groot uitdaging natuurlijk voor ons. Dus te begrijpen dat er een heleboel emoties en discussies gepaard gaan hiermee. En altijd willen we met z'n allen het beste voor het land hebben. En in ieder geval vanuit ondergetekende als verantwoordelijk voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil ik het beste voor het land. En daar zijn we van uitgegaan. Het kan dat een paar missers zijn gemaakt, het kan dat zaken beter kunnen gaan. Maar ik denk dat we heel snel dit hoofdstuk moeten afsluiten. Omdat er nog zoveel voor ons ligt voor de toekomst van dit land. En dat we kijken waar we nu staan. En we met elkaar nagaan hoe kunnen wij de toekomst veilig stellen. Door mee te nemen de ervaring die we de afgelopen 100 jaar hebben meegemaakt. In de bauxietsector, de bauxietindustrie, om ervoor zorg te dragen dat niet alleen de bauxietsector, maar dat ook alle vele andere sectoren waar we investeerden aantrekken, dat we op een andere manier ermee gaan omgaan en zorg voor dragen dat ook na 100 jaar, na 60 jaar, de volgende generatie niet met een heleboel problemen opgezadeld zit, maar dat wij goede afspraken maken en ervoor zorg dragen dat het land alleen maar beter van wordt. We kunnen het doen, we moeten het doen, we zijn het in staat te doen. Suriname, we staan aan de vooravond van de grote dingen die we nog moeten vinden en ontdekken in dit land. We kunnen een belangrijke rol spelen in de regio, in de wereld, maar we zullen daar meer geloof en vertrouwen hebben op elkaar en zodanig die instelling nemen om te werken voor de vooruitgang van dit land. U hebt het gehoord van the man himself. Ik kan niet een beter persoon voor u hebben gebracht in de studio om u dit goed rustig, helder en duidelijk uit te leggen. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen, waarbij we dus ingingen op de goedkeuring van de twee wetten, de wet wijziging Brokopon, de overeenkomst van 1958 en de wet machtiging schadeloosstelling bauxietmaatschappij. Minister? Dat zei ik goed, ja. En nogmaals, voor de mensen die misschien laat hebben aangezet of het op de helft hebben aangezet, wil ik het toch nog even weer even snel plat uitleggen dat de Suriname, de staat Suriname, een overeenkomst had met Alcoa. Alcoa mijnt bauxiet hier en betaalt royalty aan Suriname. Op een gegeven moment kwam Alcoa business-wise vanwege de verschrikkelijke ontwikkelingen in de wereld. Let u wel, the world is moving, the world is moving, we're living in an ocean of motion, dus er gebeuren zoveel zaken. Op een gegeven moment kwam Alcoa business-wise niet meer uit, dus besloten ze dan te vertrekken. En ze wilden eerder vertrekken dan wij als Suriname een overeenkomst met ze hebben getekend. Als een partij in een overeenkomst, de Tusma Apwa overeenkomst samen,
als één van de partijen eerder wil vertrekken, dan natuurlijk gaat de andere partij zeggen, maar dat valt niet, want we hadden toch een afspraak. Toen heeft de president deze zaak zo serieus genomen dat hij meteen een permanente presidentiële commissie in het leven heeft geroepen, die dus namens de staat Suriname de onderhandelingen ging voeren met Alcoa. Er is onderhandeld, heen en weer, zoals we dat hebben gehoord van de minister, 4 jaren lang is dat, minister? Ja. 4 jaren lang is er onderhandeld, Suriname, Alcoa. En uiteindelijk is eruit gekomen dat Suriname de dam mag behouden, waarvan we 6 tot 7 miljoen US dollar betaalden per maand aan elektriciteit, aan die hele elektriciteitsvoorziening, aan het hele proces. Dat gaan we dus niet meer hoeven te betalen aan een buitenlander, maar dat we dat gewoon houden in uw eigen konderen, naar uw eigen sani. Aan de andere kant is er dus geëist in die deal dat alle omgevingen, alle environments, alle gebieden waar Alcoa heeft gemeend dat zij dus dat weer terug moeten brengen, zo dichtbij mogelijk, let u op mijn woordformulering, zo dichtbij mogelijk als hoe dat was, want natuurlijk krijg je het niet precies helemaal weer, maar zo dichtbij mogelijk als hoe dat was. En ook dat gebied waar een raffinaderij stond en omgeving, om ervoor te zorgen dat alles weer netjes qua alle milieuaspecten, qua alle milieuregels, weer zo dichtbij mogelijk het originele worden gebracht. Dat is zoals de deal nu is gesloten. AUB, ik hoop dat we hiermee dan, ik althans met dit programma Opinie, een bijdrage heb geleverd om een beetje die rook en die donkere wolk, die zogenaamd in principe de minister zelf snapt dat niet, als de man himself kan dat niet begrijpen van waar plotseling een hele hoge spokes en een hele rook en een hele soort van donkere wolk is gaan ontstaan. Maar dan hebben we dat dus nu proberen uit te leggen hier, uit monden van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Sergio Akinboto. Mocht u deze aflevering hebben gemist of hebben gehoord of op de helft hebben gezien, geen nood, geen paniek, wacht u gewoon rustig op woensdag of vrijdag, dan herhalen we hem om 8 uur weer. En mocht u die ook hebben gemist, ook geen nood, ook geen paniek, we hebben een backup, dan gaat u rustig naar YouTube. Onze YouTube-channel heet Nationaal Informatie Instituut. Dan zoekt u deze aflevering met minister Sergio Akinboto over de Alcoa-kwestie en de wijziging, de aanname van deze wetten. Dan gaat u er daar rustig doorheen. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken als u echt op de hoogte wil blijven wat er gebeurt in het land. Dan krijgt u die zuivere informatie, dan krijgt u die duidelijke informatie, dan krijgt u die heldere informatie, dan mist u niks. Dan hoort u precies als hoe die dingen gaan en als hoe die dingen zijn. Ik wens u een hele fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond.
Kijkers, de afgelopen dagen, zult u het wel allemaal hebben gevolgd, zijn er vele discussies, ik wil bijna tussen haakjes zetten, heftige discussies geweest als het gaat om de ontwerpwetwijziging Brokkoponde overeenkomst en de ontwerpwet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Vele zienswijzen, opvattingen en feiten zijn op tafel gelegd, zowel vanuit de kant van oppositie, vanuit de kant van coalitie, vanuit de kant van de onderhandelingscommissie, de presidentiële commissie, vanuit de kant ook vanuit de bevolking en ga maar zo door. Gaandeweg het heel traject om te komen tot de goedkeuring van deze wetten zijn vele deskundigen betrokken om ervoor te zorgen dat deze wet, eenmaal aangenomen, ten goede komt, ten goede moet komen voor ons land, mijn land, uw land, Suriname. Wat de wijzigingen allemaal inhouden, hoeveel werk er allemaal is verzet en waarom deze wet goedgekeurd moest worden, hoort u vanavond in deze aflevering van Opinie. Vanavond de wetwijziging Brokkoponde overeenkomst en schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. Minister Akimboto, welkom in deze aflevering van Opinie. Dank u wel. Ik stel het enorm op ijs.